Hi. Hoi. Welkom bij een video op dit kanaal. Met mij en mijn woonkamer. Ja. Welkom in mijn woonkamer. Ik weet niet precies wat ik aan het doen ben. Nu. Iemand, hallo daar. Ik ben vandaag eigenlijk hier om jullie twee dingen te vertellen. Kijkers van mij. Hoi, ik ben Kelvin, als je mij nog nooit hebt gezien. Ten eerste wil ik een soort van fucking cheesiness overload, motherfuckers. Wil ik een soort van mijn excuses aanbieden. dan zeg ik weer dat ik wegga. Dan kom ik weer terug en dan ga ik weer weg. En dan zeg ik weer dat ik de drive heb en dan ga ik weer weg en dan ben ik weer terug. En ik, fuck dit. Heel veel mensen altijd worden gevraagd, ja, wanneer maak je nou weer een nieuwe Kelvlog? En dat is nu. En elke keer als ik zoiets las, voelde ik me zeg maar weer een stukje meer schuldig. Maar op een of andere hele rare manier is het nooit zover gekomen dat ik weer eens één ging maken de afgelopen maanden. Dus daarvoor, sorry. Sorry voor de mensen. Sorry voor de mensen die deze video zien en denken van, fuck jou Kelvin. Waarom doe je geen gare bewegingen en knip je niet vet snel? Dat. Dus. Nee, sorry. Maar ik, daarbij komt iets nieuws. Iets anders. Namelijk dat ik heb besloten om. Weet je, ik zit best wel in een drukke periode nu. Ik zit in mijn examenperiode van mijn VWO 6. En het is allemaal best wel veel en zwaar en dingen eromheen en zo. Maar ik heb eigenlijk besloten om wat vaker video's op de Kelvlog te maken en wat meer video's zoals dit. Nou, niet zoals dit. Dat ik gewoon weer lekker tegen jullie praat en zo. Alsof we twee vrienden zijn. Ik kan jullie niet beloven hoe vaak. Ik kan niet zeggen elke week of elke maand. Ik weet niet precies. Ik zit ongeveer te denken aan elke maand, elke twee weken of weet ik veel wat. Dus vandaar. En dan kom ik eigenlijk bij het tweede punt wat ik wou vertellen. Motherfucking hell. Dat is dat ik eet. Dit is chill, dit is lekker. Dat was niet het tweede ding wat ik wou vertellen. Er is iets aan jullie, ik wil iets tegen jullie zeggen, namelijk dat ik alsnog jullie heel dankbaar ben voor alles, voor echt heel veel dingen. Cheesiness level overload nu op dit moment. I don't give a fuck. Ja, bedankt voor alles. Het is echt heel raar hoe het is gelopen van weet je, als 13-jarige gap die in zijn kamer zeg maar aan het fluisteren was omdat anders zijn ouders hem zouden horen. Waar ik heel veel vette mensen heb ontmoet, heb samengewerkt, heel veel vette plekken ben geweest, echt hele bizarre dingen heb gedaan. Dat komt eigenlijk hoofdzakelijk gewoon door jullie, daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Als we zeg maar de dots connect, dan is het eigenlijk echt super bizar. Dan mag ik echt heel dankbaar zijn voor het leven wat ik heb, afgezien van het feit dat ik nog wel een heel examenperiode door moet komen. Maar ik hoop dat jullie me succes wensen! Onwijs bedankt voor alles. Ook voor de mensen, weet je, bedankt voor iedereen. De mensen die daar denken, Kelf, what the fuck doe je, cheesy en. Ik wil eigenlijk wel graag weten op dit moment, hoe ben jij bij mij gekomen als persoon? Hoe heb je mij leren kennen? Was het via de Kelvlog 3 jaar geleden? Of is dit de eerste video die je van mij ziet? Was het via Cinemates of via Cinebuddies of wat dan ook? Laat het alsjeblieft weten in de comments hieronder. Dat zou ik heel erg cool vinden om te lezen. Oh, er is ook nog een happening, even kort. Is er een Dutch YouTube Gathering. Een gathering waarin ik ben en heel veel andere mensen. En de kaarten zijn al uitverkocht. Dus dit zag ik helemaal voor niks. Sorry, je bent te laat. Voor de mensen die al wel een kaart hebben, ik hoop jullie daar te zien. En ja, weet je, be nice. Praat met me. Wees niet bang om met me te praten. Ik ben eigenlijk ook een beetje zo'n gare dude die ook niet weet wat hij een beetje aan moet houden. Bij deze zie je het als een nieuw begin. Zie je het als een relatie die net uit is gegaan. Maar dat je elkaar na een jaar weer treft en denkt van laten we weer beginnen met vol goede moed. En ik sluit deze video af met een skibril. Omdat het leuk is. Bedankt voor het kijken vandaag. En ik hoop dat jullie een beetje blij zijn met wat ik vandaag heb gezegd. En dat er weer wat nieuwe leuke dingen aankomt. En dat ik jullie heel graag meeneem op deze reis. Ik spreek jullie over een aantal dagen of weken of zo. En ik zie wel hoe erop gereageerd wordt. Doei, over en uit. Mensen. Yo. Oh, for God fucking sake, my whole leg's dying at this moment.